Vandaag in Grommen met Grol neem ik een kijkje achter de schermen van de Ocean. Dit is het koraalrif met allemaal levende koralen en die zijn heel moeilijk te houden. En een van de dingen die je daarvoor nodig hebt is heel veel licht. Liefst tropisch licht. Jan van Hoof vertelt ons waarom een aardvarken geen varken is. Ze doen alles met de reuk, dat snuffelsnuitje. Je kunt je voorstellen dat als dat uitgroeit, dan wordt het de snuit van een olifantenslurf. En verder die grote oren, horen, ruiken. En ik ga op kraamvisite bij de haaien en roggen. De haaieneitjes duren wat langer. Die kunnen ongeveer 8, 10 maanden duren. Zoals bij de mens? Zoals bij de mens. Het ligt ook een beetje aan de watertemperatuur, hoe snel het proces gaat. Elke week maakt Jeroen Noordzij een filmpje over de dierentuin. Eigenlijk zijn we dus collega's. Ik wil wel eens zien hoe hij dat doet. Hoi allemaal, mijn naam is Jeroen, jullie videoranger van Burgers' Zoo. En vandaag ga ik weer een leuke vlog voor jullie opnemen. En dat doe ik samen met Mart Grol. Hi. Hij is van TV Gelderland en die gaan mij vandaag volgen met het maken van de vlog. En vandaag gaan we naar de Kea's. Dat is een papegaaiensoort. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar het schijnt een hele intelligente dierensoort te zijn. Ik ben heel benieuwd wat we vandaag gaan doen. Nou, je introductie staat erop. Ja, dat is gedaan. Je bent vlogger. Ja, klopt. Wat is dat nou precies? Ja, vloggen is dus eigenlijk in het kort is dat een videoblogger. Dus wat je doet is echt de oude versie van een heel geschreven blog. Dus maak je er een video van. En in dit geval is dat dus dat je achter de schermen bij Burgers' Zoo dus laat zien hoe het er allemaal aan toe gaat. En dat doe je dan voor kinderen van 8 tot 12. Waarvoor het eigenlijk altijd heel spannend is. Van ja, wat gebeurt er nou in de dierentuin? Die zien de dieren natuurlijk achter het hekwerk staan. Ja. Maar ja, wat is er nou allemaal voor nodig om zo'n dier hier zo goed te houden? Nou, inmiddels hebben we het vogelhuis gevonden. Het was even zoeken, want je ziet natuurlijk in Burgers' Zoo overal vogels. Maar daar bij de groene deur is het vogelhuis. Dus we gaan even kijken wie ons daar staat op te wachten. Ja jongens, wat gaan we precies doen vandaag? Wij gaan een proefje doen met Kea's. We hebben een soort wipwap gemaakt. Ja. En daar doen we een stukje brood in. En dan moeten ze samenwerken om hem open te krijgen. We gaan het zien. Ja. We zullen even een stukje... Zijn we even daarop doen? Ja. Even in de kast in doen. Probeer nou even voor de mensen thuis te laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Hier. Zie je nu het boterhammetje met pindakaas liggen. En die klep die gaat nu natuurlijk naar beneden. En het is de bedoeling dat hier op het uiteinde de Kea gaat zitten. Waardoor de klep omhoog gaat en de andere Kea de boterham met pindakaas kan pakken. En nu moet je super veel geduld hebben, want je werkt met dieren. Ja, maar zeker. Ja. Je doet ook alles alleen. Want als je even meekijkt met wat ik allemaal bij me heb op zo'n filmdag als vandaag. Ja, ik zie het. Ik vier man sterk. En jij staat hier alleen. Het is hard werken. Maar omdat het gewoon ontzettend leuk is om te doen en ja, na een tijdje krijg je... En wat maakt het dan zo leuk? Want als je alles in je eentje moet doen, dat is gewoon aanpoten. Voor mij, ja, dat dit gewoon mag uitkomen. Dat ik gewoon aan de andere kant mag zijn van waar de bezoekers staan. En mag kijken van wat daar allemaal gebeurt. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Ja. Geen selfie-stick, aan het eind van de dag een lamme arm. Ja, aan het eind van de dag heb ik inderdaad al wat last. Ja, precies. Heb ik al wat last van mijn arm. Want die selfie-stick, ja, die heb ik nog niet ontdekt. Nee. Ja, als ze zo nieuwsgierig zijn. Ja. Nou, je ziet nu dat de Kea probeert om het bakje open te krijgen. Nou, hij is heel nieuwsgierig natuurlijk. Ik begin te praten en hij denkt van, nou, ik wil meteen even goed in beeld komen. Wat doet hij nu? Nou, die Kea gaat nog even lekker proberen. Ja, of het lukt zien we natuurlijk op jouw YouTube filmpje. Ja, ik laat het jullie wel weten wat het is geworden. Hey, thanks. Oké, succes. Hoi. Een zeeaquarium van 8 miljoen liter water met 3000 vissen erin. Samen met Max Jansen duik ik in de Ocean. Kijk, bij welk strand zijn we nu aangeland? Ja, hier zijn we in de Ocean, maar in een Indo-Pacifisch strand. Dus een strandje bij Indonesië, Filipijnen, Noord-Australië, een beetje die hoek. En daar willen we eigenlijk de Ocean laten zien. Ja, prachtige rotsen, een paar roggen ook erin.
Hier start het verhaal? Hier start het verhaal van het hele koraalrif van Indonesië. En als we een eindje verder gaan, dan kunnen we daar wat meer van gaan zien. Ja, we gaan een duik nemen, maar we blijven droog, hè? Ja, als het goed is wel. Okay. Ja. Hier lopen we de lagune in, hè, dus heel ondiep water nog. En wat we hier heel graag willen laten zien is allerlei soorten vissen, allerlei kleuren en vormen. En ja, hier zie je alweer verschillende soorten zwemmen. Dat is Nemo, of niet? Ja, heel goed. Ja, je herkent hem gelijk. Ja, dit is zo'n populair visje hier. Die zit hier altijd op het hoekje. Ja, zitten met z'n tweetjes, hè, zie je dat? Hij is wel echt heel klein. Ja, Nemo is niet zo heel erg groot. Nee. Je hebt een mannetje en een vrouwtje hier zitten. Die kleinste is het mannetje en die grotere is het vrouwtje. Wat is het voor visje? Dat is een anemoonvis. Maar waar is de anemoon? Ja, die zou er eigenlijk bij moeten staan, maar dat gaat in dit aquarium niet. Want er zitten allerlei vissen in, bijvoorbeeld deze vis hier. Die vindt anemonen heel erg lekker. Dus in no time zal die anemoon opgegeten worden. Ja, dus dat kan niet samen. Nee, dan ben ik hier wel eens geweest als er echt heel veel publiek was. En er stonden hier echt rijen dikke kinderen te kijken naar Nemo, natuurlijk grote held. Ja, ja. Echt een soort Mona Lisa van de ocean. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, we hebben Nemo in verschillende aquaria zitten, maar hier zit hij wel heel erg opvallend. En ja, kinderen vinden het fantastisch. Het is natuurlijk zo'n populaire film geweest. En ja, dat is heel leuk. En is dus, een vriendinnetje er ook, Dory? Dory die zwemt hier, even kijken, kijk daar. Oh ja, met die gele staart. Ja, met die gele staart, blauw en gele staart. En een heleboel Dory's zwemmen hier, dus ja. Een groot Disneybak. Ja, absoluut. Ja. Nou, nu zien we de horizon nog. Ja, precies. En langzaam ga je dieper, dieper, dieper. En zitten we eigenlijk al een beetje onder water. En hier gaan we een soort grot in. En dan blijven we de hele tijd onder water. Prachtig koraal. Ja, dit is echt koraal. We net in de lagune zagen kunstkoraal. Want dat wordt namelijk, heel veel vissen zitten daar die de koralen opeten. En dit is echt koraal en dat is echt heel uniek. Dit is het één na grootste levend koraalrif-aquarium ter wereld. En haal je dat gewoon uit de oceaan en zet je hier neer? Nee, daar komt heel wat bij kijken. Dus daar zijn we al jaren mee bezig om dat goed te krijgen. En ik kan me nog zo herinneren, de eerste dag dat ik hier kwam werken, toen liep ik hier rond met Anton van Hoof. En toen zei hij tegen mij van, nou Max, hier wil ik dan een echt levend koraalrif hebben. Ik zeg, met levende koralen? Ja, natuurlijk met levende koralen. Ik zeg, weet je wel niet hoe uniek het is? Want het is nog nooit eerder gebouwd. Succes! Het is gelukt. En het is gelukt. En dat is echt, daar zijn we met z'n allen wel heel erg trots op dat het ook echt gelukt is. Het heeft jaren, is er heel weinig gebeurd. En de afgelopen 6-7 jaar is het enorm aan het groeien. En dat is leuk. Je merkt zelfs in de hele publieke aquariumwereld. Hè, met collega's komen uit Japan, uit Amerika, komen ze hier kijken naar zo'n aquarium als dit. Omdat dit toch wel echt uniek is. Maar hoe hou je het in stand? Daar komt nogal wat bij kijken. En dat is vrij ingewikkeld. En dat duurde ook jaren voordat we dat in onze vingers kregen. En ook de omstandigheden helemaal goed konden krijgen. Zodat de koralen gezond bleven en echt gingen groeien. En nu kraakt het bijna in de bak, zo hard groeien de koralen. Dus dat is echt heel leuk. Ze hebben het naar zien. Ja, dit zijn koralen die groeien zo tussen de 10 à 15 centimeter per jaar. En dat is hard hoor voor een koraal. Nu lijkt alsof er heel veel koralen zijn, weinig vis. Maar als ik goed kijk, dan zitten overal hele kleine dingetjes tussendoor. Hè? Ja, er zitten heel veel vis in hoor. Ik denk dat alleen al in dit aquarium zo'n 700 vissen zitten. Dus echt heel veel. Alleen, het is ook heel veel klein gerut. En zo heeft ieder vis eigenlijk een functie hier. En dat is eigenlijk het ecosysteem wat je hier wilt bouwen. De natuur is vindingrijk en daar kunnen wij mensen nog wel wat van leren. Er is een tak van wetenschap die inspiratie uit de natuur haalt om tot duurzame oplossingen te komen. Biomimicry. We staan hier bij de grootste giraffenkolonie die we in Europa hebben. En giraffen zijn, nou, behalve dat het prachtig mooie beesten zijn, zijn ze ook echt heel interessant om iets van te leren. Doordat hij zo lang is, heeft hij best te maken met grote drukverschillen. Het verschil tussen de top van zijn kop en zijn hoeven is wel 5000 kilo per vierkante meter. Dat moet hij allemaal zien te verwerken. En een normaal mens of ander dier zou daar echt helemaal duizelig van worden en omvallen. Maar een giraf niet.
En dat komt onder andere omdat hij een heel groot hart heeft. Wel ongeveer zo bij zo groot. Dus je hebt echt een flinke kruiwagen nodig om het te kunnen vervoeren. Maar een giraf heeft ook nog eens een keer hele strakke huid rondom zijn benen. En om die lange nek. Die ervoor zorgt dat dat mooi in compressie blijft. En dat is eigenlijk... Kun je vergelijken met wat piloten in een straaljager, wat voor pakken die ook wel eens aan hebben. Die al die G-krachten moeten weerstaan. En nou zijn met name ingenieurs daarin geïnteresseerd. Want wij hebben grote gebouwen die ook vloeistoffen moeten zien naar boven te krijgen. En misschien kunnen we iets van een giraf leren hoe je dat simpeler kan doen. Of in brandweerslangen sneller het water eruit laten komen. Alles wat met vloeistoffen en vervoer te maken heeft, kan een giraf ons misschien wat van leren. Giraffen die hebben nog iets bijzonders. Zij eten acacia's. Een acaciaboom die heeft hele sterke, lange, scherpe doornen, zo groot als je vinger. En een giraf die kan die moeiteloos opeten, die wikkelt zijn tong eromheen. En dat is, die tong is heel lang en heel leerachtig, dus dat voelt hij niet. En hij kan ook nog eens een keer die doornen gewoon doorslikken. Het is echt een soort degenslikker in één keer zo in dat lange nek. En dat komt omdat een giraf die produceert zelf een soort smeermiddel waarmee die doornen dus heel makkelijk door zijn keel glijden. En daar zijn ingenieurs geïnteresseerd van hoe werkt dat, dat smeermiddel. Want wij hebben voor talloze apparaten ook smeermiddel nodig om ze draaiend te houden. En vaak gebruiken wij daar gewoon olie voor die behoorlijk giftig is op het moment dat het apparaat kapot gaat en het ergens uitvloeit. Dus als we nou leren hoe dat smeermiddel van zo'n giraf eigenlijk in elkaar zit, kunnen we misschien een niet giftige synthetische versie namaken. Goed donker hier, hè? Ja, dit is echt nog het nachtgedeelte. En hier gaan we naar een ander stukje toe. Wauw. Hier zijn we echt diep, hè? Ja, hier gaan we. Hier staan we nog eigenlijk een beetje aan de rand van het koraalrif. Zie je, er ligt nog een wrak zo. En dan zie je de open oceaan. Met de haaien. Ik voel me heel klein. Het is inderdaad nog mooi uitzicht. Ja, hier zie je echt de grootte van de ruit. Dus ja, dat is echt wel heel mooi. Hoe groot is die? Hij is 100 vierkante meter, dus 5 meter hoog en 20 meter breed. Behoorlijke lap. En ineens doemt er dan zo'n haai op. Ja, dat is eigenlijk het effect wat we hier willen laten zien. Dat is eigenlijk het enige effect wat we hier willen laten zien. Dus dat je niet continu haaien ziet, maar zo nu en dan een haai die uit het blauwe tevoorschijn komt en er weer helemaal in verdwijnt. Dat effect, dat willen we graag zien. Maar zo zie je het in de natuur ook, als je haaien ziet. Wat je dan afvraagt is, allemaal kleine visjes, een paar van die, nou, op mijn ogen agressieve haaien, bijt dat elkaar niet, eet het elkaar niet op? Ja, er zwemmen hier allerlei kleine visjes en die zouden ze potentieel op kunnen eten, maar dat is best veel werk. Om een fitte vis te vangen is best veel werk voor een haai. Dus hij kijkt gewoon op zijn horloge en denkt, nou weet je, als ik nou nog een dagje wacht, krijg ik mijn natje en mijn droogje wel. Veel makkelijker dan dat ik daar achter zo'n visje aan ga zwemmen en zo. Dus ja, zolang we ze gewoon regelmatig eten geven, hebben we daar helemaal geen problemen mee. En nu lopen we echt weer een beetje omhoog. Ja, dat klopt. Ja. We hebben net het open water gehad en nu gaan we een beetje uit het water. We komen hier in een soort rotskust met een hele grote stijger. En we lopen... Roggen? Ja, precies. We lopen echt in een tunnel, hè, nu. Dus de vissen kunnen echt over ons heen zwemmen. Er staat denk ik zo'n meter water boven ons. Dus, ja, dat is wel een mooi effect zo. Ongelooflijk. Hey, 8 miljoen liter water, 3000 vissen, 160 soorten en heel veel koraal. Hoe hou je dat levend? Ja, dat doen we met een heel team. We hebben hier zo'n 10 man werken om daar allemaal voor te zorgen. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal geheimen die achter de schermen gebeuren. Als bezoeker wil je zoveel mogelijk een ervaring geven. Ja, en achter de schermen staan alle filters en pompen en de grote geheimen. Mag ik ze zien? Wil je ze zien? Ja, graag. Kom maar mee, gaan we kijken. Dit is allemaal nodig om een oceaan draaiende te houden in Arnhem. Ja, precies. Ja, hier staan allemaal filters en pompen. En ja, daar komt heel wat bij kijken natuurlijk. Om al die vissen gezond te houden in gezond water. En waar komt het water vandaan? Dat maken we zelf. Dat maken jullie zelf? Ja, dat doen we hier.
Wat we doen is we halen water uit de bodem hier. En dat gaat door een filter heen. En in dat filter worden alle stoffen die in dat water zitten eruit gehaald. Dat je puur water overhoudt. En daar voegen we zout aan toe. Kijk, hier hebben we een zakje zout. Ik kan wel even wat pakken. Dit is gewoon wat ik thuis in een potje heb zitten. Nou, nee, het is niet helemaal hetzelfde. Kan ik het proeven? Ja, natuurlijk kun je het proeven. Het is niet zoet, hè? Nee, ja, dat is gewoon zout. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dit is echt backstage, hè? Ja, nou zijn we echt achter de schermen. Dat klopt. Wat ja. Een lampen. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, koralen. Hè? Hier, dit is het koraalrif. Met allemaal levende koralen. En die zijn heel moeilijk te houden. En een van de dingen die je daarvoor nodig hebt is heel veel licht. Liefst tropisch licht. En dat doen we hier met deze grote lampen. Je voelt ook echt die warmte. Ja. 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 Maar waarom is er zoveel zonlicht nodig dan? Nou, koralen, dat zijn dieren. Maar in de huid van die dieren zit een algje. Dus al die kleuren, dat zijn allemaal verschillende soorten algjes. En die algjes, dat is een plantje, die heeft heel veel licht nodig. Als die heel veel licht krijgt, krijg je daardoor fotosynthese, maken ze allerlei voedingsstoffen. En een deel daarvan geven ze aan de koralen. En zo leeft eigenlijk een koraal. Dus als we het plantje blij houden, dan kunnen we daarmee ook het koraaltje blij houden. Dus daarom zie je zoveel lampen hangen. Je bent betrokken geweest bij de bouw van de Ocean, bij de opening in 2000. Nou, ruim 15, 16 jaar gedijt dat al. Heb je een lievelingsplek? Ja, er zijn wel heel wat lievelingsplekken, maar het mooiste vind ik toch wel als je aan het duiken bent in het koraalrif. Als bezoeker zie je eigenlijk heel veel van de Ocean, maar in het koraalrif zijn zoveel kleine details die je niet kan zien als bezoeker. En dat kan je als duiker dan wel echt ervaren. Dat vind ik toch wel de mooiste plek. Heel rustig onder water ook. En het is sowieso heel rustig. Geen telefoon, geen mensen die aan je hoofd zeuren. Ja, en dat kunnen we hier gewoon in het aquarium al krijgen. Dus jij dobbert lekker rond en zo nu en dan pakt je rust. Ja, absoluut. Jongens, wie zijn jullie? Nee, we zijn een paar vrienden en we hebben allemaal abonnement op Burgersoen, dus we gaan hier wel eens heen. En dat is heel leuk. Ja, lachen. Gezellig. Merlin, die heb ik ontmoet hier in Burgersoen, toen gingen we vrienden worden. En Felix, Marije en Julia, die ken ik wel van scouting. Heel lang. En wat doen jullie hier dan zoal? Ja, een beetje naar de dieren kijken, vooral voor lol maken. Nou... Ja, van de dieren kijken komt niet zoveel. Ja. Nee, dat valt wel op. Ja, maar soms als hier nu een aap is, dan ga ik gewoon een nieuwe aap kijken. Ik zou... Die apen zijn gewoon lachen, dan. Ja. Was het altijd het nieuwste feitjes? Ik weet het nieuwste feitjes. Wat er zowel achter de schermen gebeurt en voor de schermen. Daar ben ik allemaal van op de hoogte. En is dit de hele club? Nee, Casper en Benjamin die konden vandaag niet. Die zitten er ook nog in. Nee, jullie zijn gewoon compleet rood. Zit de krokodil in, Bas? Dames, jullie staan nu los van de jongens. Gebeurt dat vaker? Ja. Ja. Soms rennen de jongens weg, moeten wij erachteraan. Ja. Om ze te zoeken. Vaak. Ja. Ja. Vinden jullie dat leuk of vinden zij dat leuk? Zij vinden het leuker. Ja. Niet heel erg. Ja, nee. Zij zijn aan de andere kant van de dierentuin. Ja. En op een gegeven moment gaan we het ook nooit meer zoeken. Nee. Dan ik geef het op. Ja. Hey, jongens. Ik hoor dat jullie vaak weglopen van de dames. Nee, zeker niet. Zij lopen weg voor ons. Nee. Het is heel gezellig met de meiden. Jazeker. Casper en Benjamin zijn wel eens weggerend. Ja, Casper en Benjamin vinden het allemaal een beetje spannend. Ja, maar wij kunnen onze hormonen in bedwang houden. Ja, precies. Ook een mooi dierentuinverhaal? Mail ons gmg@gld.nl.
Haaien, roggen en nog veel meer andere vissen. Je vindt ze in het Roggenrif in het Dolfinarium. En het leuke is, ze houden ook nog eens van een knuffel. Hey, ze vinden het heerlijk om geaaid te worden, hè? Jazeker. Ze zoeken het zelf op. Hoe kan dit samenleven met z'n allen in één bak? Ja, heel goed. En zoals je ziet, ze hebben geen territorium. Dus ze vinden het helemaal niet erg om allemaal bij elkaar te liggen, zoals je ziet. En wat voer je ze? Hollandse garnalen. En makreel, inktvis, haring. Genoeg lekkers. Als je van vis houdt. Ja, heerlijk, dat houden ze zeker. En ik zou het ook wel, maar ik ga het lekker voeren. Kijk. Nu gaan die roggen heel sierlijk door het water, alsof ze eigenlijk vliegen. Ja. Hoe kan dat? Ja, klopt. En ze hebben een skelet van kraakbeen. En dat is eigenlijk anders dan de andere vissen die je ziet zwemmen. Zoals de zeebaars of de dikklipharders. Dat zijn eigenlijk meer beenvissen. Je hebt echt een graat bijvoorbeeld. Zoals je die op je bord ook hebt, als je precies gewoon een polypoon eet of zo. Klopt. Maar een haai of een rog, die heeft echt een skelet van kraakbenen. Het is heel soepel, eigenlijk net zoals je oor of je neusvleugels. Dat kan alle kanten op. Een haai kan gemakkelijk zo met zijn neus het puntje van zijn staart aanraken. Heel veel in één bak, mannetjes, vrouwtjes, door elkaar. Daar moeten ook kleintjes van komen. Ja, zeker. Ja, elke ochtend halen we wel eitjes uit. En ik heb die eitjes bewaard van vanochtend. En dat is misschien wel leuk om te zien. Kijk, dit zijn twee haaien-eitjes. Die zijn vannacht gelegd. En het mooie is ook, je kan er echt een eitje in zien. Inderdaad, hé. Bijzonder. Deze is net gelegd. Dat is echt nog alleen een eitje. En als je een paar maanden wacht, dan zie je echt hier een klein haaitje in bewegen uiteindelijk. En uiteindelijk zit als een soort U-vorm, die helemaal ingepropt. En dan komt hij eruit, na 8-9 maanden. Mooi, hè? En waarom haal je het uit het water? Want het moet toch uitgebroed worden? Klopt. Maar rog en haai hebben geen broedzorg. Dus als de eitjes niet uithalen, dan worden ze leeggegeten. Dus vinden ze ook erg lekker. En je kan ze zelfs ook vinden op het strand. Als en je dan? Geluk hebt. En dat zijn alle eitjes die al uitgekomen zijn. Dus dit kun je gewoon hier in Scheveningen, ja, Noordwijk, zeker. Kun je zeker dit na een vinden. Goede storm. Dan kun je gewoon roggeneieren en haaieitjes vinden. Dan zijn ze uitgedroogd. Grappig zeg. Ben je mijn broek aan het vuil maken, joh? Dit is een aardvarken. Is helemaal geen varken. Dat kun je toch zo zien? Wat is het dan? Nou, ja, wat is het dan? Het zijn naaste verband is eigenlijk de olifant en de zeekoe. Nou, daar lijkt die van geen kanten op. Het is ook een dier wat evolutionair heel ver van de andere zoogdieren afstaat. Ze leven in holen, diepe holen die ze uitgraven overdag. Die kunnen wel zo'n 6 meter diep worden. Het zijn echte nachtdieren, dat kun je ook wel zien. Ze doen alles met de reuk, dat snuffelsnuitje. Je kunt je voorstellen dat als dat uitgroeit, dan wordt het de snuit van een olifant, een slurf. En verder die grote oren. Horen, ruiken. Zo speuren ze naar termieten. En s'nachts dan gaan ze erop uit en dan gaan ze op zoek naar termietenheuvels. En die krabben ze met die sterke graafpoten die ze hebben, krabben ze die open. En dan met een lange tong, die van zo'n 30, 40 centimeter is, vissen ze dan termieten uit die termietenheuvel. En dan eten ze zo'n 50.000 termieten per maaltijd. En dan gaan ze naar een volgende termietenheuvel, want ze putten hem niet helemaal uit. Maar dan komen ze nog een aantal dagen terug en dan is dat ding weer een beetje hersteld en dan kunnen ze hun volgende maaltje. Dus duurzaam profiteren van je termieten. Het zijn hele onschuldige dieren, dat zie je wel. Ik kan er rustig tussen zitten. Maar ze kunnen dus in no time kunnen ze een gat graven. Als ze bedreigd worden, graven ze in termijn van een minuut of wat, hebben ze een gat waar ze helemaal in kunnen. Dat maakt ze ook een beetje mysterieus. En in de folklore, in de Afrikaanse folklore, gelden ze dus ook als dieren die overal bij kunnen. En daarom worden er amuletten van gemaakt.
En die dragen bijvoorbeeld kerels bij zich, jonge mannen, als ze bij een meisje op bezoek willen en ze willen niet dat papi en mami dat horen. Want met die amulet kun je door muren heen komen. Ja, hallo. En zo kun je dus bij je liefje komen. Nou ja, aardvarken, hartstikke leuk beest. Oké, dus dit is de kraamkamer. Ja, klopt. Hier hebben we de kweekstelling staan waar we de eitjes in leggen. Dus de haaieitjes duren wat langer. Dat kan wel ongeveer 8-10 maanden duren. Zoals bij de mens? Zoals bij de mens. Ligt ook een beetje aan de watertemperatuur, hoe snel het proces gaat. Want dat water is, mag ik er met mijn hand in? Ja hoor. Het is niet heel warm of zo. Het is niet heel warm. Het moet broeden, het moet warm zijn. Nee. Maar dat komt natuurlijk gewoon van nature voor in de Noordzee. En daar is het ook natuurlijk niet warm. En dit zijn de rogge-eitjes? Ja, deze is van een kleinoog. Dat is heel mooi. Je kunt bijvoorbeeld ook heel goed een eitje inzien. Dat is heel mooi doorzichtig. Lijkt wel een soort dooier van een ei, hè, die je dan zo ziet. Ja, het is eigenlijk gewoon een dooier. Ja, net als bij een kip, alleen deze van de rog. Ja. En hoe lang duurt het voor hier een klein rogje uitkomt? Ja, rond de 6 maanden. Het kan ook, ook iets langer duren. Het ligt ook een beetje aan de watertemperatuur. En dan leggen we hem mooi in. En dan mag de natuur zijn werk doen. Oké, laten we de tijd dan even heel snel vooruit spoelen. Een half jaar vooruit. Dan wordt het zoals in deze bak. Je ziet het. Ik zet er de allerkleinste in. En als ze net geboren zijn, dan hebben ze nog een heel dik buikje. Er zit nog een stuk dooier in. Dan hoeven ze nog niet zelf voor hun eten te zorgen. Dan kunnen ze daar eerst een tijdje op teren. Je hoeft hier dus geen voer in te gooien? Uiteindelijk wel. De allerjongste rogjes, die hoeven dat nog niet. Maar er zitten ook wat ouder in, die al een paar maanden oud zijn. Zoals die iets groter, zoals je hier ziet. Die moeten al voor hun eigen voer gaan zorgen. En als ze dan weer nog wat groter zijn, zoals die, vlak bij jou. Als die nog wat groter is, dan mag je naar de volgende bak. De volgende bak. En zoals je ziet... Dat begint er al meer op te lijken, hè? Ja. Dat is al een stuk groter. Het gaat ook allemaal heel rustig samen. Ja. Een hele bak vol roggen en haaien. Wat gaat er nou mee gebeuren? Nou, als ze nog wat groter zijn, dan mogen ze bij ons de kinderkamer in. En uiteindelijk het roggerif natuurlijk. Waar we ze kunnen aaien. Waar we ze kunnen aaien, maar ja. Die bak is op een gegeven moment ook vol natuurlijk. Ja, klopt. De kweek gaat momenteel erg goed. Maar we hebben veel uitwisseling met andere parken. We ook veel eitjes aan geven, of jonge dieren natuurlijk. En we zijn zelfs mee bezig om ze weer uit te zetten in het wild. Maar zou je ze kunnen uitzetten weer terug in de Noordzee, waar ze oorspronkelijk vandaan komen? Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk, als je wat terug kan doen voor de natuur. Maar daar zijn we wel mee bezig, maar hoe je dat het beste kan doen, we zijn nog aan het kijken. Oké, en als ze dus groot genoeg zijn, dan komen dan ze hier. Ja, dit is de kinderkamer. En hoe oud zijn deze? Rond de 3 jaar ongeveer. Als ze dan rond hun 5e jaar, dan mogen ze het roggerif in. En dan kunnen we ze aaien? Dan kunnen ze aaien. Tot zover Gommel met Grol voor vandaag. Volgende week mag ik helpen de leeuwen te voeren. Tot dan. Een beetje daar bij de ruit of zo, of daar links ervan. Machtig mooi, hè, hoe ze dat knagen en doen. En dat kunnen ze dan ook met hele prooidieren. Hè? Wow. Als ze bijvoorbeeld in het wild een zebra zou vangen of zo, dan pakken ze een zebra in de bek en dan tillen ze hem op ook nog en sjouwen ze zo het hele terrein over.